Zoals net al werd gezegd, mijn eerste lezing voor de SLD. En ik vond zelf dat ik nogal met de neus in de boter gevallen was. Want ik vond het een heel erg leuk boek om te lezen. En vooral ook om het te analyseren. Dus ik ben een beetje losgegaan. Ik ga jullie daarin meenemen. Dus het boek De Kapperszoon van Gerbrand Bakker. En dit is wat we gaan doen komende 40 minuten, denk ik. Eerst ga ik vertellen waarom het eigenlijk best wel bijzonder is dat Bakker weer een roman schreef, want het was een tijdje geleden. Daarna gaan we het hebben over een thema, namelijk de werkelijkheid, de waarheid, feit en fictie. Dan het, wat mij betreft, interessantste gedeelte, namelijk Bakker heeft zichzelf toegevoegd in het boek. En ik ga eerst een beetje vertellen wat dat precies inhoudt en wat voor spel het eigenlijk is dat hij met ons speelt. Daarna ga ik wat vertellen over andere auteurs die hetzelfde gedaan hebben, ook met verschillende effecten. Daarna gaan we kijken naar hoe dit in de Kapperszoon heel duidelijk terugkomt. En tenslotte gaan we kijken naar autobiografische elementen van Gerbrand Bakker. En dan nog een stukje over de mening van Bakker, want hij vindt nogal wat, deze meneer. En dat komt ook duidelijk terug in het boek dat jullie gelezen hebben. Dus dat er. Ten eerste dus hoe die Kapperszoon tot stand kwam. Het was namelijk 12 jaar geleden dat hij voor het laatst met een boek uitkwam. Hij had namelijk besloten dat boeken, of romans eigenlijk, pretentieus en aanstellerig en koket waren. En vooral de groep schrijvers die daar omheen zat. Dus dat waren allemaal aanstellers en die gingen vooral heel erg zeggen dat hun boeken heel mooi waren. En allemaal uitleggen hoe die boeken dan gelezen moesten worden. Nou, daar had hij helemaal geen zin meer in. Hij heeft niet stilgezeten. Hij heeft 2 boeken uitgegeven in de privédomeinreeks van de Arbeiderspers. En dat houdt in, het zijn autobiografische boeken. Hij heeft een dagboek bijgehouden. Maar hij heeft ook columns geschreven voor het NRC. Hij heeft een blog waar hij om de week, of eigenlijk bijna elke week, wel iets opschrijft. Maar geen fictie dus. Tot De Kapperszoon. Hij dacht eigenlijk van, nou, misschien kunnen we het wel weer een keertje proberen. Maar dan wel met hemzelf erin als schrijver. En hij zei, wat hij er leuk aan vond was, ik vond dat voor mijzelf een leuk spel. Eens kijken hoe ver je daarmee kunt gaan. En dat bleek best ver te zijn. Er is, toen het boek al af was, iets bij me opgekomen. Dat ik door die schrijver midden in het fictieve werk te plaatsen, weer de overgang terug van non-fictie naar fictie kon maken. De schrijver als overgangssmeermiddel, zeg maar. En daar komt eigenlijk direct ook al het eerste thema voorbij dat ik graag wil noemen, namelijk het thema werkelijkheid, waarheid en eigenlijk spelen met dat idee. Ten eerste komt die werkelijkheid heel duidelijk terug in het thema van dat ze onderzoek gaan doen naar die vliegtuigramp en wat er eigenlijk met Simons vader Cornelis is gebeurd. Ze gaan er allemaal vanuit dat hij is overleden. Maar er zijn nooit sporen gevonden. Hij ligt ook niet op die begraafplaats in Westgaarde. Dus ze dachten allemaal, hij zal wel dood zijn, maar we weten het niet. Die moeder wilde het er nooit over hebben. Die ging er maar gewoon vanuit dat hij weg was. Nou, dat was het ook. Dat was blijkbaar ook genoeg. Maar, blijkt later, Cornelis was gewoon niet op het vliegtuig gestapt. En is op Tenerife blijven hangen. Hij is daar ook kapper geworden. Noemde zichzelf Carlos. En het lijkt wel een beetje alsof die naamsverandering, wat ook in de leeswijzer staat, alsof dat dan betekende dat Cornelis, Carlos, opeens een ander iemand werd. En alsof hij opeens een andere waarheid in zich had. En dan kun je dus afvragen, wat is nou de waarheid van die Carlos, van die Cornelis? Hij denkt amper nog terug aan zijn vorige leven. Soms weet hij niet eens meer hoe zijn vrouw heet. Soms komt dat opeens wel weer in hem op. Maar dat is dus een waarheid. Een andere is de manier waarop men met rouw omgaat. We hebben natuurlijk Simon, die op zoek is naar, eigenlijk die het verlies van zijn vader een plek wil geven. Maar daar is hij niet heel goed in. En zijn moeder wil het er eigenlijk ook nooit over hebben. En dat komt een beetje doordat het lijkt alsof die moeder alleen recht heeft op het verdriet van het verlies van haar man, die dus opeens weg was. En daardoor lijkt het alsof Simon zijn eigen waarheid helemaal niet mag hebben als het gaat om die rouwverwerking.
En dan zegt hij dus opeens ook tegen die moeder: besef jij je wel dat ik hier ook mee te maken heb? Dat mijn vader al weg was voordat ik hem heb kunnen leren kennen. Dus hij vraagt eigenlijk als moeder van: maar heb je wel door dat ik eigenlijk ook rouw? Dat ik dit ook heel erg vind. Hij kan er wel met zijn opa over praten. Maar pas halverwege het boek ongeveer zegt die opa ook bepaalde dingen. En dan ziet Simon hem opeens als: oh, dit is ook iemand die iemand verloren heeft. Hij heeft zijn zoon verloren, net als dat Simon zelf zijn vader verloren heeft. En wat er dan ontstaat, zijn eigenlijk drie mensen. Dus Simon, zijn opa en zijn moeder. Die allemaal een andere soort waarheid hebben over wat er gebeurd is. En over wat ze mogen voelen over dat verlies van Cornelis. Dus ik hoop ook op die manier, wat is nou eigenlijk de waarheid? Want hetzelfde is gebeurd, ze hebben die persoon niet meer in hun leven, maar ze ervaren het allemaal anders. Dan het volgende stukje is ook van, maar wat is waarheid eigenlijk als het gaat om herinneringen? Want Simon was, nou ja, zijn vader ging weg, nou, toen hij net pas wist dat zijn vrouw zwanger was. Dus hij heeft zijn vader nooit gekend. Zij heeft ook geen idee wie het is of hoe die eruit ziet, wel vanwege foto's. Maar zijn herinneringen, die zijn ook niet waar. Die zijn niet echt, omdat hij alleen maar foto's heeft gezien. En dat komt ook terug in dit citaat. Hij weet het, het is hem verteld. Maar hoe hij ook graaft, er is nooit een herinnering naar boven gekomen. Hooguit valse herinneringen. Als hij een dood enkele keer de foto's bekijkt die zijn moeder op die dag heeft gemaakt. Dus hij is hier eigenlijk afhankelijk van wat zijn moeder tegen hem gezegd heeft. En die moeder zei, nou, dit is wat er gebeurd is en dit is hoe ik dacht over hem. Maar hij weet helemaal niet of dat zo is of dat de waarheid überhaupt is. Tegelijkertijd spreekt hij zichzelf wel tegen zo'n 100 pagina's daarna. En dan zegt hij, ja, natuurlijk weet ik alles nog. Ik heb de foto's toch gezien. Dus hier wordt ook duidelijk dat het niet helemaal zeker is wat hij weet, wat hij zou moeten weten, of hij iets weet sowieso. En daar wordt dus mee gespeeld van wat is de werkelijkheid, wat is er eigenlijk echt gebeurd en wat vind ik daar echt van. Soms wordt hij boos, soms wordt hij verdrietig. Nou, en zo gaat het een beetje door. Dan nog een stukje over die opa. En die opa die komt geregeld bij Simon langs in de kapperszaak. En die heeft nog prachtig haar, zegt hij. En dan komt er altijd zo'n mooie friction bij met mooie geurtjes. Zegt hij, ja, die vrouwtjes in het bejaardenhuis, mag je eigenlijk niet zeggen, ga ik zo op in. Die zijn fan van mij en ik moet ze van me afslaan. Zo populair ben ik. Simon gelooft er natuurlijk helemaal geen snars van. En die zegt dan ook verhalen voor Simon. Allemaal uit de tweede hand. De mensen hadden veel liever zijn grootvader dan zijn vader. Maar kan hij een bijna 90-jarige die pocht dat hij de vrouwen van zich af moet slaan in het verzorgingstehuis geloven? Dus hier ook, moet hij het wel geloven? Hij zegt later in het boek ook een keer, misschien moet ik maar een keer langskomen in dat verzorgingstehuis. Ga ik wel zien of die vrouwtjes daar allemaal zo achter je aangaan? Hij gelooft dat niet. En hier wordt al een beetje duidelijk dat Simon een beetje zijn eigen waarheid aan het zoeken is. Dat hij aan het bedenken is van, goh, wat is eigenlijk de waarheid? Wat is er gebeurd? Hij doet heel veel onderzoek uiteindelijk ook naar die Tenerife-ramp. En hieruit blijkt al een beetje, misschien wil hij wel onderzoek naar zijn opa ook doen. Om hij is zo gefixeerd op, wat is de waarheid? Wat klopt er allemaal? Dat hij eigenlijk niks meer gelooft. En daaruit kun je misschien al een beetje zien dat die waarheid zoals ze hem gezien hebben, namelijk Cornelis is dood, dat misschien helemaal niet waar is. Verder zit er heel veel echte waarheid in, namelijk het onderzoek dat Simon en Gerbrand Bakker, ik ga ook al in de fout hier, gedaan heeft over Tenerife. En heel, heel, heel erg veel daarvan wordt ook in het boek genoemd. Interviews met zo'n vrouw die het overleefd heeft, tv-programma's, internet, magazines, van alles komt erin voor en dat wordt ook verwerkt in het verhaal. Er wordt bijvoorbeeld een stuk genoemd over Eve Meyer, dat was zo'n model van vroeger, zo'n actrice. En er wordt eerst een hele beschrijving van gegeven, van goh, nou, ze komt uit Amerika, ze heeft deze films gespeeld. En toen een beetje pornografische films ook.
Heel feitelijk, maar opeens staat er, want ze zou naar Venetië op een bootreis, misschien zou ze er, daar in Venetië, wel iemand ontmoeten. Een Italiaan met goede manieren, bruine ogen en lange zwarte wimpers. Dit zou je nooit in een biografie vinden ergens, want dit is invulling van de schrijver. En dit is wat Bakker ook de hele tijd doet. Aan de ene kant, dat onderzoek is feitelijk, maar dit is dan weer invulling. En zo zie je dat hij, Bakker dus, op deze manier zelfs echte personen die echt bestaan hebben met een echte biografie, opeens toch een klein beetje tot leven willen wekken. Want blijkbaar was ze misschien wel op zoek naar een Italiaan. Maar dat zullen we nooit weten. Maar dat is het spelletje dat hij eigenlijk steeds speelt. En het belangrijkste spel dat hij speelt is, hij heeft zichzelf in het boek verwerkt als de schrijver. En dat had hij gedaan, wat ik net in het begin al zei, om plezier in het schrijven te houden. En om het leuk te houden voor hem. En ook een beetje een spelletje met ons als lezer te spelen. En wat ik deed, tenminste, was de hele tijd afvragen welk onderdeel van de schrijver is echt Gerbrand Bakker. En welke is verzonnen. Welk onderdeel is verzonnen. Ga ik straks verder op in. Maar eerst iets over dat toevoegen van de schrijver zelf als personage. Dat is namelijk vaker gebeurd. Dat wordt wel metafictie genoemd, metafictie, van het Griekse woord meta, wat over betekent. En wat dat doet, is eigenlijk, je leest een boek over het lezen van een boek of over literatuur. En dan word je er continu aan herinnerd dat wat je leest niet echt is. Dat wat je leest fictie is van een schrijver. En dat kan gebruikt worden als een manier om iets semi-autobiografisch te doen. Of het spel te spelen. Of satire of parodie. Dat soort dingen. En dat vond ik heel interessant wat hij in dat boek deed. En ik heb nu een aantal schrijvers uitgezocht die ditzelfde gedaan hebben. Gewoon dat we even kunnen kijken van, goh, wat hebben zij gedaan, met welk doel. En daarna, wat doet Bakker hier eigenlijk mee? En de eerste is van heel erg lang geleden, van de Romeinse schrijver Ovidius. Hij leefde van 43 voor Christus tot 17 na Christus. En hij was een lievelingetje van de keizer Augustus. Tot hij opeens niet meer het lievelingetje van keizer Augustus was. Hij had een zogenaamde Carmen et Error gemaakt. Hij had een lied gemaakt, of een gedicht, en een fout gemaakt. Maar daar vertelde hij nooit over. Maar opeens ging hij allemaal brieven schrijven dat hij verbannen was naar de Zwarte Zee. Vanuit dus die fout die hij gemaakt had. Waarschijnlijk had hij een opmerking gemaakt over Augustus. Die vond dat niet leuk. Vroeger kon dat nog, dat je gewoon iemand wegschopte als hij je niet beviel. Maar, of de kop eraf inderdaad, dit was nog lief blijkbaar. Maar wat blijkt is dat die beschrijvingen die Ovidius deed vanuit de Zwarte Zee, die klopten niet. Het klimaat klopte niet. Niemand anders van welke schrijvers uit die tijd dan ook heeft ook maar iets geschreven over, nou, de grote dichter Ovidius is verbannen. En daardoor wordt wel gezegd dat dit allemaal verzonnen is. Dat deze Ovidius verzonnen heeft, dat hij gewoon thuis in zijn kamertje zit. Haha, ik ben weer verbannen en ik heb daar allemaal dingen, maak ik daarmee. Maar misschien is dat dus helemaal niet gebeurd. En om eigenlijk een beetje, nou ja, een spel te spelen met de lezers en ook zijn eigen literatuur, om daarmee te experimenteren. Niet iedereen is het erover uit of dit echt gebeurd is of niet, of dat hij het allemaal verzonnen heeft of niet. Maar het is wel interessant om te bedenken dat een fictieve auteur, of een auteur die zichzelf toevoegt, wat Bakker doet, dat dat traditie is van dus al zo'n 2000 jaar. Dus het gebeurt al best wel lang. Eentje waar het absoluut zeker van is, het is 1000 jaar later, in de middeleeuwen, was Geoffrey Chaucer, die het Engelse boek The Canterbury Tales geschreven had, rond het jaar 1400. En het gaat over een groep pelgrims die naar Canterbury reizen, dat is een bedevaartsplek. En om de tijd een beetje te verdrijven, gaan ze elkaar allemaal verhalen vertellen. En het is een hele groep mensen met allemaal verschillende achtergronden, van ridders en hele kuise nonnen tot
schrijvers en hele nare mensen die ook hun verhaal vertellen. En wat er gebeurt is dat al die personages hun eigen genre vertellen en hun eigen soort verhaal. En nou, dat gaat de hele tijd door. En opeens is er de schrijver Geoffrey Chaucer die ook mag praten. En hij beweert eerst dat hij heel bescheiden is, dat hij helemaal geen prater is. Maar toch, dan moet hij. En dan vertelt hij een heel bizar verhaal over een ridder met een olifant. En er gebeurt helemaal niks. Het is een heel vreemd verhaal. Hij wordt zelfs onderbroken van, nou ja, sorry, dit is echt niks waard, dit verhaal. Hij gaat maar door. En dan moet hij een ander verhaal vertellen. En dan vertelt hij opeens een heel saai verhaal. Dus hij vertelt eigenlijk twee verschillende verhalen. Eén heel vreemd, één heel saai. Terwijl hij zei, ik hou niet van praten. En hij is maar aan het woord en hij gaat maar door. En dit is dus ook een manier waarop de schrijver kan laten zien, ja, ik zeg wel dat ik niet zo'n prater ben, maar kijk maar. En kijk ook maar wat voor verschillende genres ik allemaal kan doen. Wat een fantastisch dichter en hoe, nou ja, geniaal ik eigenlijk wel ben. Dat was zijn manier om daarmee om te gaan. Dan gaan we door naar de jaren 60 van de vorige eeuw. Dus we gaan weer een aantal honderd jaren verder in de tijd naar de schrijver Kurt Vonnegut. Die heeft het boek Slaughterhouse-Five geschreven. En dat gaat over het bombardement van Dresden in de Tweede Wereldoorlog. En het begint met de zin, all of this happened, more or less. Dus alles wat hierin staat is gebeurd, zo ongeveer. En het begint met een introductie dat hij een heel serieus boek wil schrijven over het bombardement en hoe dat allemaal was. Maar daarna wordt het heel bizar en het gaat over iemand die unstuck is in de tijd. Iemand die kan tijdreizen en die allemaal verschillende dingen meemaakt. Zit opeens op een andere planeet met allemaal vreemde wezens die er ook nog heel bijzonder uitzien. En dat personage die spreekt dan met de schrijver Kurt Vonnegut. Terwijl hij zegt, het is allemaal gebeurd. En dan, daar wordt dus ook mee van, waar gaat dit eigenlijk over? Wat is er eigenlijk allemaal waar? En dit is dan een beetje een satire op nou ja, al dat soort verhalen over de Tweede Wereldoorlog. En hij Vonnegut staat ook bekend om zijn harde humor en om zijn satires en zijn parodieën op alles. En zo heeft hij zichzelf toegevoegd ook. Dan hebben we Stephen King. Is wel bekend, denk ik. Schrijft, denk ik, een boek per jaar ongeveer. En hij heeft ook de Dark Tower-serie geschreven. Dat begon in 1982 en in 2012 kwam het laatste boek uit. En het is een kruising tussen fantasy, science fiction, horror, allemaal dat soort dingen. En opeens in deel 6 van de 7 komt Stephen King voor. De schrijver Stephen King, die lijkt ook op Stephen King, wordt beschreven op dezelfde manier. En is alcoholist, net als Stephen King, is schrijver, heeft ook last van zijn been, net als Stephen King. Maar de hoofdpersoon, Roland heet hij, zijn missie is om de wereld te redden van het kwaad. En hij zegt, Stephen King, jij bent de enige die kan helpen, want jij kunt ervoor zorgen dat wij dat kunnen doen. En het enige wat hij absoluut niet mag doen, is ophouden met schrijven. Want, er wordt gezegd, dankzij hem kunnen ze dat dus doen. En het interessante is, er wordt in het boek gezegd, er zijn boze krachten die jou tegenhouden van het schrijven van dit boek. Maar in het echt zat hij gewoon een beetje vast. Hij wist niet hoe hij verder moest komen. Dus dat zijn dan zogenaamde boze krachten die er waren. En ook nog, als je denkt aan hoe een boek werkt, als een schrijver niet schrijft, komt het boek nooit af. Dus natuurlijk moet Stephen King doorschrijven, want anders komt het boek niet af. Dus redt hij ook nooit de wereld. Nou, ik zal het einde niet verklappen, maar Stephen King schrijft nog steeds heel veel boeken. Misschien dat het goed afloopt. En tenslotte is er nog de schrijver Milan Kundera. En die heeft het boek Onsterfelijkheid geschreven uit 1988. En dat vond ik zelf een heel mooi boek. Ook omdat hij heel erg speelt met het idee van de schrijver. Want het begint met een verhaal dat de schrijver, hij zelf, ziet een oude vrouw een gebaar maken. En daar denkt hij opeens aan de naam Agnes. Hij kent geen Agnes, maar opeens gaat hij het hele verhaal, het hele levensverhaal van die vrouw vertellen, van die Agnes. En je leeft met haar mee en dan krijgt ze een man en dan gebeuren allemaal dingen.
En aan de ene kant denk je, oh, wat een mooi verhaal over die Agnes. Maar door het boek heen word je er steeds aan herinnerd dat dit fictie is. En dan denk je ook van, oh ja, dit was allemaal verzonnen. En, oh ja. Nou, en later komt ook de schrijver, Milan Kundera, komt fictieve personages tegen die in dat boek bedacht zijn. En dan speelt hij dus ook heel erg met, wat houdt het precies in? Waarom schrijft hij dit zo? En... Nou ja, laat je daar dus ook over nadenken. En dit hele boek gaat ook over, over de scheppingskracht en over de verbeelding van mensen. En daardoor ga je dus ook nadenken over, goh, maar wat houdt het eigenlijk in, zo'n personage? En waarom leef ik daarin mee? Het verschil tussen Milan Kundera en Gerbrand Bakker is dat Kundera heel filosofisch is. Die wordt ook wel de filosofische schrijver genoemd, zeg maar. En dat Bakker zelf daar echt een afschuwelijke hekel aan had. Dus dat steeds dat uitleggen en dat soort dingen. Ik mag hem interviewen op 4 maart, dus ik zal dit niet noemen. Dat ik hem noem na een heel erg filosofische schrijver. Want dat vindt hij stom. Maar goed, we gaan nu naar het gedeelte van wat eigenlijk de toevoegen van die schrijver doet in de kapperszoon. En eigenlijk zijn er meerdere onderwerpen. Namelijk ten eerste, wat ik al een paar keer zei, het is het spel tussen werkelijkheid en fictie. Verder komt de rol van de schrijver daar heel erg in voor. En zijn er dingen die overlopen, die met één personage beginnen, maar die overgaan in een ander personage. En dat heb ik het Bakker-effect genoemd. Tenslotte gaan we daarna nog even kijken naar Bakker zelf over het stukje wat is autobiografisch en wat niet. Ten eerste, de schrijver als personage. Nou, dit is het, zijn hoofddoek dat achterop staat. En er wordt gezegd, hij heeft een goede borstelkop. Hij heeft ringetjes in zijn oor. Hij is wat ouder. Dat klopt allemaal met hoe hij eruit ziet. Maar daarna staat er, hij heeft boeken geschreven als Beneden is het kil. Mei, amandelbomen bloeien rood. En De landweg. En die titels kloppen niet. Dat moet zijn, Boven is het stil. Juni, perenbomen bloeien wit en De omweg. Dus dat klopt allemaal net niet. En dan kun je dus ook afvragen, van, maar is het eigenlijk echt Gerbrand Bakker wel? En ook, hij heet alleen maar De schrijver. Hij heeft nooit een naam. Dus daarom kun je ook zeggen, is dit hem eigenlijk wel? En namen, had ik ook in de leeswijze gezet, zijn heel belangrijk. Bijnamen, dat soort dingen. Dus doordat hij geen naam heeft, weet je al, het is vast niet de echte Gerbrand Bakker, maar een versie ervan. En wat zijn rol is in het verhaal, is echt best wel grappig. Want die Simon, die praat met niemand. Die zegt tegen de meeste van zijn weinige klanten die hij heeft, ach, goh, tja. En die mensen praten maar door en dan gaat hij weer zijn riedeltje van 3 woorden zeggen. Maar met de schrijver praat hij wel. En die schrijver maakt hem ook enthousiast. En daardoor gaat hij zelf ook onderzoek doen naar die Tenerife. Want die schrijver zegt van, goh, nou, ook op een bepaald moment op Twitter. Ken je deze site al? Canary Island, Crashman.com? Nee, nou, kijk maar eens dan. Dus de schrijver geeft hem ook tips van, goh, hier moet je op zoeken. Want hier heb ik ook onderzoek naar gedaan. En het leuke is dat Simon een behoorlijk passief figuur is. Indolent wordt hij ook wel genoemd door zijn moeder. En dat de schrijver hem aanzet. Dus de schrijver zorgt ervoor dat hij eindelijk in actie komt, dat hij eindelijk een mening krijgt en dat hij, nou, een keer wat gaat doen. Maar als je denkt aan wat Stephen King deed, natuurlijk doet een schrijver dat in het echt altijd. Een schrijver schrijft een boek en daardoor gaan personages wat doen. Dus op 2 manieren, we hebben de schrijver die hem vertelt, zoek eens naar deze site of doe eens onderzoek naar Tenerife. Maar Gerbrand Bakker, de schrijver, verzint natuurlijk het hele verhaal en daardoor wordt hij ook aangezet. Dus op 2 manieren wordt Simon door een schrijver aangezet. Ook komt die schrijver vaak langs. En hij komt ook een keer langs als toevallig opa Jan er ook is. En dan staat er, Simon laat ze babbelen. Misschien komt het de schrijver goed uit dat uitgerekend Jan hier vandaag zit. Ditjes en datjes van vroeger. 2 kappers voor de prijs van 1. Nou, wat toevallig. Dat die schrijver toevallig net langskomt als opa Jan er ook is. Natuurlijk is dat niet toevallig, want
Hij heeft het zo geschreven. En als je op die manier dat boek leest, denk je, ja, oh ja, alles wat we lezen is eigenlijk nep. En dat komt ook iets later terug, als opa Jan en Simon aan het praten zijn en opa Jan denkt dat hij de schrijver te slim af is. Hij heeft namelijk gezegd dat hij bepaalde dingen niet zei tegen de schrijver, want ja, die vent die gaat er steeds mee aan de haal, dus ik ga hem echt niet alles vertellen. Haha, slim van mij, hè? Maar natuurlijk kan die schrijver alles, die weet alles, omdat hij het boek bedacht heeft. Dus alles wat hier ook gezegd wordt, er is geen iets als te slim af zijn, er is niet iets als privacy, omdat de schrijver alles al weet. Ook wordt er heel vaak gevraagd, hoe gaat het met die schrijver en hoe gaat het met dat boek? Soms vraagt de opa dat aan Simon en die zegt, ja, nou het wordt een roman en het gaat over mijn vader. Nou, maar oké, ja, wat vreemd dat hij het over jouw vader heeft. Ja, je had geloof ik gelijk toen je zei dat schrijvers altijd met alles aan de haal gaan. Nou, dit is natuurlijk precies wat hij doet. Hij vertelt een hele roman over de vader van Simon. En Simon denkt later ook, mag dat eigenlijk wel? En natuurlijk mag dat, want ze zijn allemaal verzonnen. En wat ik ook heel leuk vond, was als Simon aan de schrijver vraagt, hoe gaat het met je boek? Dan zegt hij, ja, het gaat wel goed, ik heb hem bijna af. Ik denk dat je wel tevreden bent. En ook, jouw vader lijkt me een fictief persoon. Een verzonnen persoon dus. Als Simon gevraagd, mag je eigenlijk wel over mijn vader schrijven? Ja hoor. Want hij is verzonnen, zegt hij tegen Simon. Maar Simon is dat ook, die is ook verzonnen. Maar wat het met mij deed, de eerste en tweede keer dat ik hem las eigenlijk ook, is ik ben ondertussen zo gehecht geraakt aan Simon, dat op het moment dat er staat, jouw vader lijkt me een fictief persoon, dacht ik, oh gelukkig, dan is Simon tenminste wel echt. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat dacht ik, oh, dan lijkt er zelfs een soort van ranking te zijn tussen hoe echt iets is. En Simon is dan heel echt verzonnen. En zijn vader is nog veel meer verzonnen. Of zo. Nou goed, dat. Ze zijn dus allemaal verzonnen. Maar goed. Ten slotte zijn er aan het eind van het boek nog twee hoofdstukken. Waar zowel Simon als zijn vader Cornelis, de hoofdpersonen van het boek, eigenlijk niet in voorkomen. En het gaat tussen de schrijver en Oscar, de barman van The Queen's Head. En daar gaat het ook weer over, nou, hoe gaat het met het boek? En die schrijver, heel zelf ingenomen, ja, gaat hartstikke goed, hartstikke leuk boek. Ik heb jouw naam erin weten te verwerken en ik ben er heel tevreden mee. En die Oscar ergert zich een beetje aan hem, want het is weer zo'n arrogante schrijver geworden, zoals ze altijd zijn. En ik denk dat dat ook precies het stukje is waarvan Bakker zei, hierdoor wil ik geen romans meer schrijven. Maar als hij er zelf in staat, is het zelfspot, dan mag het. Maar wat ik mij toen afvroeg is, van, maar wie is dan eigenlijk de echte hoofdrolspeler? Gaat het verhaal eigenlijk wel over de verzonnen Simon en over de verzonnen Cornelis en zijn opa en zijn moeder enzovoorts? Of gaat het eigenlijk, en daar hebben we de titelverklaring ook direct, gaat het eigenlijk over de inspiratie van een schrijver die bezig is met een boek? Is de kappersoon niet gewoon, dit is het boek waar ik over ga schrijven? Het zou kunnen. Dan gaan we even kijken naar hoe alles in elkaar overloopt. Het gaat natuurlijk heel veel over het onderzoek over die ramp. En Gerben Bakker laat Simon onderzoek doen, maar alles wat we lezen is natuurlijk eerst onderzocht door Bakker zelf. En in deel 2 is dat stukje van feit en fictie, wat is nou echt gebeurd, wat is niet echt gebeurd, dat loopt heel erg in elkaar over. Aan de ene kant lezen we heel veel over het vliegtuig, over de Ryan en over die mensen die dan, de piloten en zo. En ook krijgt het vriendje of zo van Cornelis, Jacob heet hij, die krijgt ook een korte biografie en daarvan wordt gezegd, die is ook om het leven gekomen. En hij staat zogenaamd ook op die steen bij Westgaarde. En Simon ziet die steen en dan ziet hij kopie staan, zijn bijnaam. Denk ik, och, iemand die ook nog een bijnaam heeft, is ook overleden. Dat raakt hem heel erg, maar hij bestaat helemaal niet. Dus ik dacht, nou ga ik die Jacob opzoeken op internet, bestaat dus niet.
En daardoor, doordat er zoveel feiten gemixt worden met fictie, krijg je ook een beetje mee van, goh, wat is er eigenlijk allemaal echt en wat niet? En je gaat er dus ook in mee. En ook heb ik hier nog genoemd de schrijver, noemt die nieuwe barman, noemt die Igor, wat natuurlijk die verstandelijk gehandicapte jongen is waar Simon achterna zit, terwijl hij Egan heet. Dus ook die schrijver raakt een beetje in de war. Gaat hij hier misschien te veel op in het verhaal? Laat hij hier zien dat hij hier echt Gerbrand Bakker is? We weten het niet, maar het zal natuurlijk niet per ongeluk zijn geweest. En wat ik heel grappig vond, was uiteindelijk als... er moet trouwens een S nog bij. Bij die seksscène tussen Simon en de schrijver. Ze zijn dan helemaal aan het praten en ze hebben wat gedronken. En dan vraagt de schrijver, zullen we neuken? Nou, en dan komt Simon thuis, helemaal dronken. En die zegt dan, terwijl hij boven de wc-pot hangt, komen er dingen in zijn hoofd die hij daar helemaal niet wil hebben. Van het huis van de schrijver, van het lichaam van de schrijver, van de vingers van de schrijver die keihard zijn tepels beknepen terwijl hij bovenop hem zat. Of nee, wacht, het was andersom. De schrijver beschreef, hij voerde uit. Of haalde hij zich dat nu in zijn hoofd? Hij kan zich niet eens herinneren of hij is klaargekomen. Onplezierig was het niet geweest. Nou, we lezen hier wat. Maar 100 pagina's later vraagt Oscar, de barman, ben jij eigenlijk toen wel met hem naar bed geweest? En dan kijkt de schrijver hem aan en zegt, nee, dat heb ik me ingebeeld. Ik heb het me verbeeld. Dus het is helemaal niet gebeurd. Dat kun je ook al in het eerste gedeelte zien. Nee, wacht, het was andersom. Had hij het allemaal verbeeld? Hij heeft dingen in zijn hoofd. En het is dus helemaal niet gebeurd. Maar die verbeelding van Gerbrand Bakker, die lezen we dus wel. Dus aan de ene kant, we hebben een seksscène gelezen, maar hij is niet echt gebeurd, dus we hebben hem verbeeld. Maar alsnog hebben we hem gelezen. En dat kwam dus ook daar steeds in terug. Hij zegt trouwens ook, de schrijver, ja, ik heb het me verbeeld, want ik wilde niet meer teleurgesteld worden. Dus misschien is dat ook een beetje een inkijkje in Gerbrand Bakker zelf, die een beetje onzeker wordt. En die laatste scène, waar hij dus ook praat met Oscar, de schrijver, zegt hij ook, maar het allermooiste aan schrijven, zegt de schrijver alsof Oscar ernaar gevraagd heeft, blijft toch wel dat alles kan. Alles kan. Je kan het zo gek niet bedenken. Als je het geloofwaardig opschrijft, dan kan het. Nou, en dat is natuurlijk eigenlijk dit hele boek. Alles wat we lezen, afgezien van die feitjes over de Tenerife-ramp, alles is verzonnen en we gaan erin mee. Wat ik net ook al zei, zolang Simon maar wel een beetje echter was dan zijn vader, die fictief was. Dus eigenlijk staat hier gewoon, jongens, het hele boek is verzonnen. Maar dat maakt niet uit, want we gaan erin mee, dus is het niet erg. En ik denk dat dat het leukst is, of tenminste, ik denk dat Bakker dat het leukst vond van dit boek. Van hoe ver kan ik dus eigenlijk gaan met het schrijven van mijn verhaal? Wat kan ik allemaal vertellen? En tot wanneer gaan mensen er nog in geloven? Ik best wel ver, bleek. Ik weet niet, we kunnen het straks misschien over hebben hoe ver het bij jullie ging. We gaan nog even kijken naar de echte Gerbrand Bakker. Ik moet nog 5 minuten, denk ik. Ik deed heel veel onderzoek naar Gerbrand Bakker. Eigenlijk was ik een beetje Simon die een beetje doordraafde met al het onderzoek dat hij deed. Ging nog meer zoeken, nog meer boeken lezen en weer doorklikken. Toen kwam ik op zijn blog terecht waar echt honderden stukjes stonden. Maar goed, wat ik ontdekte was dat Gerbrand Bakker een heel persoonlijke schrijver is. En dat hij altijd heel veel van zichzelf toevoegt in de boeken die hij schrijft. En of het nou fictie is of blogs of die privédomein dingen. Bijvoorbeeld het boek Boven is het stil ging over het verlies van zijn tweelingbroer die omkwam bij een verdrinkingsdood. En het boek Perenbomen bloeien wit ging over zijn nichtje dat hij ook verloor bij een verdrinkingsdood. Dus eigenlijk voegt hij heel veel van zichzelf toe. En schrijft hij ook, ziet hij schrijven als een manier om naar zichzelf te kijken. Dus vandaar dat dat er ook terugkwam. En die Igor, die jongen achter wie, nou ja,
Simon is op jacht op hem eigenlijk. Dat is die jongen in dat zwembad. En hij denkt, oeh, het is wel een hele mooie jongen. Hij lijkt op Alexander Popov. Dat is een beetje een randje, denk ik. Maar wat blijkt, Gerbrand Bakker heeft vroeger zwemles gegeven. En hij had een Igor in zijn groepje. En hij dacht ook, oeh, mooie jongen. Maar hij is er zelf voor weggerend. Dus hij heeft ook in een interview gezegd, ik heb die Igor toegevoegd. Want ik ben er zelf voor weggerend. En ik was benieuwd naar wat er zou gebeuren. En ik vond het zelf ook wel spannend naar wat er dus uiteindelijk uit zou komen. En zo heeft hij dus op een bepaalde manier die fantasie van vroeger in het boek verwerkt. Nou ja, je weet hoe het afloopt. Ik laat maar in het midden of dat goed of slecht is. Maar ik denk dat we daar allemaal wel een mening over hebben. Dus op een bepaalde manier voegt hij heel veel van zichzelf toe. En hij heeft ook gezegd, ik verdeel mij over alle personages. Simon is alleen, dat is Gerbrand Bakker ook heel lang geweest. En indolent is hij ook, hij doet niet zoveel uit zichzelf, laat alles op het laatste uitkomen. Als je zijn boeken leest, staat er in zijn eigen autobiografische boeken ook heel vaak, ach, goh, tja. Dus er komt heel veel van hem terug. En hij zegt ook een keer tegen Simon, de schrijver in het boek zegt tegen Simon, eigenlijk verschillen onze beroepen niet zo, zegt de schrijver. Jij knipt of scheert, niet te veel. Ik schrijf, ook niet te veel. En de rest van de dag gaat op aan rommelen, koken, eten, een beetje tv kijken, lezen. Nou, en dan zegt hij, oh wat een lekker woord is dat ook. Voor min of meer ongemerkte dag doorkomen. Dus hij vergelijkt zich heel erg met Simon. Maar in een interview heeft hij gezegd, ik zit ook enorm in die moeder. En die moeder is een beetje nou, een bitse vrouw. Het eerste hoofdstuk dat die moeder voorkomt is ook 3 pagina's alleen maar aan monoloog tegen Simon. Ik denk, heel veel mening, heel veel dingen. En hij ziet zichzelf eigenlijk ook wel een beetje zo. Maar uiteindelijk breekt die moeder. Dan begint ze opeens te huilen. En dat komt terug in het leven van Gerbrand Bakker toen hij gediagnosticeerd werd voor depressie. Daar heeft hij eigenlijk altijd al last van gehad. En op dat moment brak hij ook. Dus hij doet eigenlijk altijd alsof hij een beetje emotieloos is. Maar op dat moment is hij gebroken. Het is ook zo dat dit boek, De Kappersoon, bekritiseerd is. Omdat het niet emotioneel genoeg was. Het echte drama vond men bleef uit. Maar ik denk eigenlijk dat Bakker dat misschien gewoon niet zo goed kan. Dat hij het op zijn manier aangepakt heeft. En op zijn manier is het een emotioneel boek, maar het is gewoon op een andere manier emotioneel, omdat hij niet dat soort schrijver is. En heb ik ook nog een stukje over dat verhaal over Iran, dat Oscar vertelt. Gerbrand Bakker is daar zelf geweest. Het zou ook kunnen dat hij zijn verhaal via Oscar liet vertellen. Dat zou kunnen. En dan tenslotte nog een paar dingetjes. Ik ging dus echt op zoek naar, ik wil Gerbrand Bakker leren kennen. Dat kan vast wel in het boek. En ik ben een paar dingen ben ik achtergekomen. Ten eerste, hij zei dat hij altijd een hele erg harde mening over had in het boek Jasper en zijn knecht. Dat is een van die autobiografische boeken. Het eerste wat er is dat er continu stond, roken is heel smerig. En dan legt iemand sigaret weg, smerig, of dit is echt heel smerig, of ben je een roker? Nou, zo gaat het steeds door. Zoals je kunt zien, hij heeft hier zelf een sigaret, dus is ook verstokt roker. Ik denk niet dat hij het echt heel smerig vindt, maar dat het steeds terugkomt, vond ik wel leuk. Ten tweede, iedereen zit tegenwoordig toch op Twitter. Iets tegenwoordiger dan het boek geschreven is, niet meer, maar goed. Dan nog iets over een film die hij gezien had. De schrijver is minder enthousiast, dus weten we dat ook weer. En iets over mini-bieps van die leenbibliotheekjes waar je iets kunt inzetten en dan weer terug kunt zetten. En hij zegt dan dat iedereen zo'n mini-biep in zijn tuin heeft, of in de straat, of in het dorp. En hij ging altijd kijken of er toch weer een van zijn boeken ook bij stond. En ik denk eigenlijk, als ik dan Gerbrand Bakker voor me zie, dat hij toch stiekem even stil gaat kijken. Staat hij er? En nou ja, daar komt zijn eigen mening dus ook in terug. Dan vervolgens één over studenten. Vatsige jochies zijn het. Vroeger waren studenten jongens met wie je graag naar bed ging. Nu lijken ze er alleen te zijn om je aan te ergeren. Dus ook studenten afgekeurd. Net als Twitter, net als de film 1917.
En dan nog een stukje over het herdenken. Dat was het stuk over dat er vroeger niet zoveel aandacht aan besteed werd. Maar tegenwoordig staan ze rijen dik langs de snelweg als de slachtoffers vanuit een buitenlandse plek van een ramp worden overgebracht naar Nederland. Ze applaudisseren er ook nog bij als er zo'n auto voorbij komt. En hij heeft ook in een interview gezegd, ja, ik vind dat zo'n onzin. Waarom zou je dat nou doen? Dus ook het idee dat hij dat onzin vindt, staat hier in het boek. En dan ook op een ander moment zegt Jan bij het bezoeken van dat monument. De derde keer dat ik er was, was in 1987. 10 jaar erna. 10 jaar. Niet 9, niet 11. Wat een onzin eigenlijk. Dus ook hier het herdenken van om de 10 jaar. In plaats van soms een keer als je daar behoefte aan hebt. Nou, dat komt er ook in terug. En er zijn heel veel andere dingen ook waarvan je denkt, ja, dit is duidelijk de mening van Herman Bakker. Taalgebruik kwam er ook heel erg in voor. Ten eerste, je mag eigenlijk niet meer zwakzinniger zeggen. Dat is uit den boze. Ik ben een beetje in de war, zegt zijn moeder, over hoe ik ze moet noemen. Maar we zijn nu onder elkaar, dus zeg ik maar gewoon zwakzinniger. Of je weet dat je niet Mongolen mag zeggen. Dat mag ook niet meer. En dan, opa zit vast aan de routine in dat bejaardentehuis. En dan staat er, jeetje, in welke tijd leef jij? Bejaardentehuis. Mag je ook niet meer zeggen. Of, leuk. Leuk mogen we ook niet meer gebruiken. Dat is nietszeggend. Of het woordje fijn is ook nikszeggend. Dus heel veel meningen van Herman Bakker. Je mag niks meer zeggen. Dit betekent niks. Dit is grof. Nou, dat komt er ook in terug. En tenslotte, ik denk dat dit is waar Herman Bakker zijn allerduidelijkste mening over heeft. Namelijk homoseksualiteit. Simon is homoseksueel. Dat is Herman Bakker zelf ook. En Anja, Simons moeder, snapt er helemaal niks van. Die zegt, tja, kun je aan jou zien dat je homo bent? Dat is heel wat anders, zegt Simon. Hoe dan? Waarom? Ik ben niet zwakzinnig. Beperkt. Verstandelijk beperkt. Ja, ja. En Sam en Johan zijn geen Mongolen. Aan die twee kun je in elk geval zien dat er iets mis met ze is. Dit is zo fout. Ten eerste, je zou moeten kunnen zien dat mensen homoseksueel zijn. Dat mag je wel zeggen. Er is iets mis met homoseksuelen, insinueert die moeder. Maar je mag niet zwakzinnig zeggen. Dat is fout. Dat gaan we niet doen. Maar de rest, tuurlijk, dat kan gewoon. Of op een ander moment, en dan heeft Simon het over dat zijn vader met een stagiair weg is gegaan. Dat was een man, dus misschien hadden ze wel een relatie. Het eerste wat die moeder zegt, dat vind jij vast wel spannend, hè, als homo, dat er twee mannen zijn. Het is ook weer zo'n vooroordeel dat mannen dat altijd spannend vinden, altijd leuk vinden. Ze snapt er helemaal niks van. En dit, nou, dit kan ook echt niet meer. Maar het is wel grappig om te lezen hoe zij denkt. En tenslotte zaten nog een heel citaat op het blog van Herman Bakker. En hij zegt over homoseksualiteit in boeken. Dat genoemd wordt als thema vindt hij helemaal niks. En hij is ook een keer genomineerd geweest als een voor het beste homoseksuele boek. En hij zei, ja, daar wil ik wel aan meedoen. Maar als ik win, ga ik een toespraak geven over hoe belachelijk het is dat wij onze eigen prijs krijgen. Want we zijn toch niet een ander soort mensen of zo. Volgens die moeder wel, maar vindt hij dus van niet. En er was een recensie over het boek De Kapperszoon in Duitsland. En hij zei, daar wordt het woord homoseksueel genoemd. Nou, dat vindt hij verschrikkelijk. En hij zegt ook, inzake besprekingen van de kapperszoon houd ik vol dat elke recensent die het woord homoseksualiteit durft op te schrijven, af is. Dat geeft namelijk uitsluitend de bekrompenheid en burgerlijkheid van zijn of haar eigen denkwereld weer. Aangezien het nergens gethematiseerd wordt, is het geen thema en er is dus ook geen enkele reden om het te noemen. Ergens ben ik hierdoor, zoals Ravnio Thea zei tijdens een openbaar interview bij Passaporta in Brussel, ook met Toby Lakmaker, zonder dat ik het erover wil hebben, toch een soort van activist. Een stille activist. En dit is het interessante. Hij noemt, of eigenlijk in heel veel van zijn boeken zijn er homoseksuele mensen, maar hij noemt ze er niet bij van, god, die is homoseksueel. En daarom zegt hij, het is geen thema. Dus hij noemt ze wel, maar doordat hij het als volledig normaal beschouwt, is het geen thema. En daardoor staat er
ik ben blijkbaar toch een soort van activist, een stille activist. En ik denk eigenlijk op een bepaalde manier dat alle personages van Gerbrand Bakker, die hij schrijft, dat dat ook misschien wel een soort stille activisten zijn. Ze zijn wat passief, indolent soms misschien wel, maar uiteindelijk, op hun manier, komen ze een klein beetje in opstand. Misschien zijn het allemaal stille activisten. Dat was het. Dank jullie wel.